Dank u wel, voorzitter. De voorliggende wetswijziging gaat niet over of het verstandig is om te roken. Roken is ongezond, dodelijk, je kunt er beter niet mee beginnen en het is natuurlijk heel verstandig om ermee te stoppen. Maar zoals ik al zei, dat is niet de wetswijziging zoals die vandaag voorligt. Het gaat ook niet over een minimumleeftijd waarop je mag roken. Onterecht wordt buiten dit huis gedacht dat het debat wat wij hier vandaag voeren gaat over een minimumleeftijd waarop je mag roken. Ook dat is niet waar. Voorliggende wetswijziging gaat over de verkoopleeftijd. Die wordt dan opgetrokken van 16 naar 18 jaar. Ingevoerd in 2003. Een PvdA-kamerlid Rob Oudkerk zei toen dat het om symboolpolitiek zou gaan. Een symboolwet. Voorzitter, 10 jaar later zouden we eigenlijk de wet moeten evalueren en moeten concluderen dat de wet ineffectief is gebleken. Het aantal rokers daalde niet. Voorzitter, in 2012 kwamen we tot de conclusie dat het aantal rokers gestegen was van 25% naar 26%. En vandaag zei de staatssecretaris te verwachten dat het weer naar 25% zou gaan. Natuurlijk hoop ik dat het aantal rokers in ons land drastisch af zal nemen. Maar voorzitter, we maken hier geen wetten op hoop, op sentiment of op emotie. We maken wetten op effectiviteit en beoordelen die daar ook op. En daarom zijn we ook voornemens om tegen de wet te stemmen.